Brommerclub Wanne Walm uit Wanrooi begon 10 jaar geleden met 4 personen. Eigenlijk om samen mee te rijden met de vlotter uit Overloon, welke elke eerste zondag van de maand een rondrit hadden. Naarmate de jaren verstreken zijn er steeds meer brommers bijgekomen. En inmiddels staat het aantal op 37 liefhebbers. Bij goed weer worden elke woensdag een gezamenlijke rit van ongeveer 50 kilometer gereden. Ja, wij zijn een brommerclub Wanne Walm uit Wanrooi. Wij zijn eigenlijk mooie weerrijders. Bij mooie weer rijden we elke woensdagavond met een hele groep eventjes een rondje van Landverkuik kan een verder weg zijn tot ongeveer 50 kilometer. Maken op een woensdagavond en dan gaan we gezellig eventjes een tussenstop met koffie. En dan een einde, dan zetten we de bromfiets weer even bij de café neer en dan pakken we een afzakketje en dan hebben we het weer gehad voor die week. Ik ben 10 jaar lid, want ik heb het samen met Johan Linders, en weet vroeger, of 10 jaar geleden, opgericht door middel van een stukje te schrijven in het plaatselijk blad. En toen hebben we de eerste paar keer in Overloon meegereden aan de Lange Boom. En toen zijn we zelf gaan starten met de clubje. Ik ben enigszins vrouwelijke lid, ja. Het is al die mannen. Het zou natuurlijk wel leuker zijn als er wat meer vrouwen bij zijn, maar goed. Het is wel te handelen. Wij zijn geen vereniging. Wij zijn gewoon een sterke vrije brommerliefhebbers. We willen ook geen vereniging, want dan heb je met bestuur en een statuut en alles te maken. En willen we eigenlijk gewoon niet. We zijn gewoon een vrije club. En is er geld nodig, dan leggen we wat bij elkaar. En verder dan runnen we de zaak ieder voor zich. Ik rij in Kruidler, RMC, in 1980. Ik heb een Poeg Maxi. Wij hebben niet echt een clubhuis, we hebben wel een gezamenlijke start- en finishpunt. En dat houden wij ook aan, dan zijn wij welkom bij de Batte 4. En die zorgt voor ons dat wij daar gezamenlijk kunnen starten en ook weer een afzakje te kunnen nemen als we naar het hogere huis gaan. En dat gaat prima zo. Afloop van deze feestelijke dag was er een optreden van de Eyeball Boppers.